Het tweede dat ik wil zeggen is, en dan gaat het meer specifiek over het domein waarin dat wij bezig zijn, die kampen voor kinderen met autisme. Ja, als je zo'n kampen wilt aanbieden aan een beetje een marktprijs, een normale reguliere prijs voor een kamp voor een kind, dan is dat voor kinderen met autisme heel moeilijk. Waarom? Omdat wij op ons kampen heel veel begeleiders mee hebben om te zorgen dat uw aanbod op maat is van een kind met autisme. Omdat wij naar een specifieke locatie gaan waar dat we geen slaapzalen hebben, waar dat we toch wel een verlanglijstje hebben van hoe moet die locatie eruit zien. Wat dat uiteraard gepaard gaat met een budgettair verhaal ook. Dat zijn vaak wel wat duurdere locaties. Dus dat verhaal van en die intense begeleiding en die locatie met toch wel heel veel noden, maakt dat dat ongelooflijk moeilijk is om dat binnen een prijs te krijgen die haalbaar is voor ouders. Dus we hebben nu ook wel de projectmiddelen daarvoor gebruikt om te zorgen dat ons kampen gewoon een prijs waren zoals dat je een kind anders op een inclusief kamp kunt meesturen. Maar het wordt een hele uitdaging om diezelfde prijs aan te houden zonder projectmiddelen. Ja. En ik zou het niet eerlijk vinden dat kinderen met autisme meer moeten betalen om zich een week te kunnen amuseren op kamp in vergelijking met kinderen zonder autisme. Dus ik vind dat eigenlijk maar logisch dat we daar wat extra middelen voor zouden kunnen krijgen. En,